Hallo, hallo lieve mensen. Hier Nancy van Bergen nog een keer. Take two. De fudge. Nancy van Bergen uit Os trouwens. Voor degenen die mij niet kennen. Ik heb daar straks al een receptje geplaatst. Maar deze stond al heel erg lang op mijn lijstje. En aangezien het natuurlijk aanstaande zaterdag Sinterklaas is. Denk ik dat er best wel wat mensen op zoek zijn naar wat gezondere snoepjes. En daar past deze fudge echt super goed in. En ik heb het beslag al gemaakt. Ik heb deze keer helaas nog geen eindresultaat. Maar dat ga ik aan het einde, als ik hem straks in de koelkast heb gehad, ga ik dat toevoegen onder in de reacties. Zodat jullie hem allemaal nog kunnen zien. Maar ik heb een heerlijk beslagje gemaakt voor de fudge. En dat bestaat uit 1 cup roomboter. Dat heb ik gesmolten in een pannetje. En daar heb ik bij gedaan 1 cup erythritol. Die erythritol heb ik even in de blender gedaan, zodat je eigenlijk een soort poeder krijgt. Zodat het makkelijker opgenomen wordt door de boter. Dus dat het makkelijk in de boter smelt. Toen dat gesmolten was, heb ik er een cup pindakaas bij gedaan. En dan pindakaas, ongezoet. Dus zonder suiker. Als je nou pindakaas hebt waar ook geen zout in zit, doe er dan een klein beetje zout bij. En dan hebben we er vervolgens nog wat vanillepoeder aan toegevoegd. Ik ben echt super van het vanillepoeder, dus ik doe altijd ruim met vanillepoeder. En dan mag er eiwitpoeder bij. Eiwitpoeder is een nieuw ingrediënt, of althans een ingrediënt wat ik hier nog nooit eerder gebruikt heb. Ik gebruik zelf eigenlijk nooit eiwitpoeder. En voor als er ergens eiwitpoeder in gaat, dan gebruik ik altijd collageen. Collageen is goed voor je gewrichten, voor je kraakbeen, voor je darmen, voor je huid. En ik vind het een heel prettig ingrediënt en ik gebruik het dan ook best wel veel. Ook 's morgens in mijn bullet koffie en zo ook in de fudge vandaag. Als er mensen zijn die interesse hebben in deze collageen, laat me het dan even weten in de comments. Want dan ga ik een pot verloten onder degene die interesse hebben om een pot te krijgen. Laat me even weten of je live kijkt of in replay. Stuur even een hartje als je live kijkt. En als je in de replay kijkt, stuur dan even ik heb je gemist. En waar vandaan jullie kijken, een beetje de usual drill. Nou, waar waren we gebleven? We hadden een cup roomboter ongezouten, gesmolten in een pannetje. En daarin had ik opgelost een cup erythritol die ik eerst in de blender had gedaan. Zodat je een poedersuiker krijgt. Dus boter smelten, 1 cup. 1 cup erythritol erin. Lekker op laten nemen. Lekker wat vanille erbij. En 1 cup ongezoete pindakaas. Als je ook ongezouten pindakaas hebt, doe je er een klein beetje zout bij. Als dat niet het geval is, moet je niet nog extra zout gaan vullen. Dan hebben we toegevoegd 225 gram roomkaas. Maar dat hoeft niet meer in het pannetje. Dus toen ben ik overgegaan, toen ik mijn boter had gesmolten met de poedersuiker erin en de pindakaas erin. Die heb ik in een beslagkom gedaan en daar heb ik toegevoegd 225 gram roomkaas. En een halve cup van het eiwitpoeder, in mijn geval dus het collageen. Dat ga je helemaal door elkaar mengen tot het een heel mooi glad mengsel is. Het is echt heel mooi even is het. Zien jullie daar? Geen klontjes achterlaten. Nou, als dat zover is, dan ga je hem proeven. Als je hem nou niet zoet genoeg vindt, dan doe je er ook nog wat erythritol bij of wat stevia. Net wat je in huis hebt. En dan gaan we het in een bakpannetje, of hoe noem je dat, een bakvorm gieten. Ik heb een bakvorm van 9x9 en dan heb ik bekleed met bakpapier. En daar ga ik nu het beslag eigenlijk in gieten. Alles uit de pan. Want we laten natuurlijk niks van dit heerlijke goedje achter in de beslag komen. Nou, en zo simpel kan het dan eigenlijk.
alweer zijn. Want het enige wat we dan nog hoeven te doen, is het uit te spreiden. En hoe netter jij het doet, hoe mooier je blokjes zijn. En dan kan je het bewaren in de koelkast. En na een uur moet het opgestijfd zijn. En dan kan je er blokjes van snijden. Dus eigenlijk weer een heel simpel gerechtje, toch? Kind kan er wel doen. Nou, dit was hem alweer, lieve dames en heren. Dus deze gaat zo meteen de koelkast in, dan mag die opstijven. En dan kunnen we er blokjes van snijden. Ik zal een foto posten straks in de opmerking van hoe het eruit is gekomen. En dus het eindresultaat. En mocht er iemand interesse hebben in de collageen, laat het me vooral weten in de opmerkingen. Dan ga ik onder de geïnteresseerden een pot verloten. Ik dank jullie allemaal weer en tot de volgende keer. Tot ziens!